Ik heb vandaag therapie gehad. Vreselijk gehuild. Alles kwam omhoog van vroeger. En waar kom ik eigenlijk? Waar komt het allemaal op neer? En dat is het pesten van vroeger. En ik wil jullie nou heel graag iets vertellen over mijn pesters van vroeger. Hoe zij er nu voor staan. Want ik kom ze wel eens tegen. Het leuke is, ik ken die meiden helemaal niet persoonlijk. Maar ze hebben mij vroeger wel gewoon bekogeld met eten. Of uitgescholden. Of zij hebben mij op de basisschool echt heel erg gepest. Ik noem geen namen, omdat ik niemand meer hoef te spreken van die periode. Iedereen die mij onzeker maakt uit die periode, wil ik ook geen contact meer mee. Omdat ik gewoon te onzeker ben van mezelf. Maar, laat ik het zo zeggen. Ik ben onwijs getreiterd. En er komt nu wel uit mijn psychologische rommel dat ik echt best wel heel erg ben getreiterd. En dat ik naast het treiteren ook nog heel veel dingen heb meegemaakt. Maar weet je wat het is? Ik ben heel gevoelig. Dus elke opmerking, elk treitertje, alles erop en eraan, dat raakt mij heel diep. En daar loop ik wel mee en ik accepteer het en ik zet het opzij en ik laat het gewoon gaan. En ik denk, joh, weet je, zoek het allemaal uit, weet je, kom wel goed. Maar iedere keer kom ik er weer op terug dat ik gewoon vreselijk gepest ben en daarom onzeker ben. Daarom geen vrienden maken, ik ga daarom niet uit. Ik ben bang voor afwijzingen, ik schaam me heel erg snel voor mezelf, ik vind mezelf heel erg lelijk. Het komt allemaal vanuit daar. Maar wat gebeurt er nou? Eerst dacht ik ga gewoon een video maken per pester. Zonder naam. Gewoon per pester. Wat heeft diegene voor mij betekend? Waarom vond ik het zo pijnlijk wat er is gebeurd? Maar daar wil ik nog even over nadenken. Want misschien kijkt een zo'n pestertje mij. En die gaat een contact met mij zoeken. En dan sta ik niet voor mezelf in. Want ik heb zoveel dingetjes van vroeger. Dat ik denk, joh, deze. Dus ik pik ook niks meer. Maar wat gebeurt me nou de laatste tijd? Ik ben nu 26. Ik ga richting de 27. En ik ben nog steeds een hoopje ellende. Pesters maken alles kapot. Wat ik nu wel door heb, is dat de pesters van vroeger, die hadden vroeger ook echt niet zo'n leuk leven. Ik had een meisje in mijn klas en die was zelf super onzeker. Had rotte tanden van medicatie, weet ik wat er aan de hand was. Maar die was heel gemeen tegen mij. Maar die kreeg ook wel klappen van de moeder thuis. Er zijn meiden geweest toen ik op de middelbare school zat, die mij nariepen en uitscholden. En weet je wat het is? Het is niet eens één specifieke, maar er is altijd zo'n clan. Zo'n clan die elkaar aanstoken op te treiteren, die zichzelf beter voelen. En weet je wel, die echt die air afgeven van, jij bent minder dan mij en weet ik veel wat. En jij bent een gothic of jij bent een alto. Weet je, ze hebben altijd wel een reden om te treiteren. Maar de grootste reden waarom ze treiteren is omdat ze thuis ongelukkig zijn. Daarom willen ze nu... Nou ja, ik ga een paar verhalen vertellen van mensen waardoor ik me heel erg geïntimideerd voelde vroeger. En wat er nu aan de hand is. Er is een groepje meisjes van de middelbare school geweest. Niet mijn laatste school, maar ik heb een paar middelbare scholen gehad. Vanwege treiteren. En toen waren ze echt bijvoorbeeld... Het waren van die dikke gemene. Dikke met een rot karakter. Daar hou ik helemaal niet van. Ik ben gek op lekker etende mensen. Lekker genieten van het eten. Maar zodra ze arrogant dik zijn, dan heb ik er al wat anders mee. Weet je wel? Van die gemene. Van, oh, ik ben niet tevreden. En ik ga het uit op een ander. Of iemand die gewoon heel erg acne heeft en gaat treiteren. Je hebt mensen bijvoorbeeld met, daar kan ik over meespreken. Je hebt acne mensen en die treiteren niet. Je hebt acne mensen en die gaan juist gemeen doen en zo. Het misschien een heel raar voorbeeld. Misschien denk ik, nou ja, dat wat wil je nou over dikke mensen. Maar ik ben echt niet bevoordeeld over dik en dun. Interesseert me allemaal niet. Maar dat is zo'n combi. Een arrogante kena, weet je wel. Dat ze dan bovenop je gaan liggen of zo. Met vechten, wat ook wel eens gebeurd is. Maar ik kom nou die meiden tegen, stuk voor stuk. Op straat. En ik kom in de krant, weet je wel. Ik was in Delft op zondag afgelopen week. En ik heb gewoon nog steeds, weet je, ik probeer altijd er leuk uit te zien. Dus als ik dan in de stad loop en ik kom van die meiden tegen, dan, ik doe ook echt alsof ik ze niet zie hoor. Echt niet. Want ik wil, ze zijn geen blik waard, ze zijn geen emotie van mij waard, ze zijn geen geintje van mij zijn ze waard. Maakt niet uit wat het is, maar ze zijn het gewoon niet waard. En die kom je dan tegen. En dan denk je echt. Oh, ben ik blij dat ik dat niet ben zeg. En dat is echt wat gaat. Nou, ik kan het nog moeilijker uitleggen dan het is. Maar dat is het gewoon. Wat ben ik blij dat ik diegene niet ben.
En overal komt karma tevoorschijn. Misschien is het niet per se karma, want waarom zouden hun ongeluk hebben omdat ze mij getraind hebben of uitscholden of uitgejoeld, bla bla bla. Maar die gemene meiden, er is er eentje die woont nou in een schimmelhuis via Vestia en die gaat dan vragen online, kun je dat alsjeblieft doorsturen naar iedereen en delen, zodat iedereen weet hoe slecht het is en denkt, ja, ik vind het heel zielig voor je kinderen, maar jij bent echt een kreeg geweest vroeger. Jij was echt niet aardig. Dus jij bent wel de laatste voor wie je iets gaat delen. En dan denk ik wel, ja, misschien is dit wel toch karma. En er is ook een, zo, ja, ik ging laatst toch even kijken. Want er is één iemand, en misschien, ik denk niet, misschien kijkt hij mijn video en denkt hij, oké, ik wil al jaren een brief schrijven aan een jongen. Ik heb er vandaag over gesproken bij mijn therapeut. Ik wil al jaren een brief schrijven, omdat ik wil begrijpen waarom hij mij getrapt heeft in mijn maag, op me gespuugd heeft. Waarom hij me altijd treiterde met mijn haar en waarom hij anderen opstookte. Ook na schot, waarom hij mij mijn eerste tongzoen ongevraagd heeft gegeven. Mijn eerste bewuste tongzoen, die is ook blijven hangen. Want ja, het was zo raar dat het is blijven hangen. Dus ik vraag me af, weet je, hij werd ook kaal later. En dit is alweer te veel informatie. Maar ik kreeg kale plekken van de stress omdat ik mijn haar eruit trok. En hij kreeg toen kale plekken op zijn hoofd omdat hij een haarziekte kreeg. En dat was na het treiteren van mij. En toen dacht ik, ah, karma. Maar nu ik weer een paar jaar verder ben, denk ik alleen maar, die haarziekte, alopecia of zo, die krijg je alleen, nou ja, vaak zit het wel in je genen al, maar dat krijg je met stress. En ik kan niet geloven dat hij stress kreeg van het pesten bij mij. Nee, daar kreeg ik stress van. Maar ik vraag me dan af, wat heeft die jongen vroeger thuis gehad, weet je wel? Er is wel iets bekend, want als je langs het huis liep, werd er altijd geschreeuwd en gescholden. En er was altijd ruzie. Bij mij thuis is het ook heel pittig hoor. Want we hebben allemaal geen kleine mond. Maar het was daar thuis zo pittig, dat ik gewoon, inmiddels ben ik op zo'n leeftijd, dat als ik aan een pester denk, dan denk ik, waarom pest diegene? Hoe kan dit? Is het echt omdat ik er zo uitzie dat ik gepest moet worden? Van, oh, dat is Jade, die moeten we pesten. Is dat omdat die mensen zelf een rot leven thuis hebben? En dan gaan ze een beetje cool doen voor andere vrienden. Zo van, ah, kijk wat ik doe. Ah, dan kan iedereen om lachen. Want eerlijk is eerlijk, als er een rode jongen langs loopt of een rood meisje. Ja, ik vind het prachtig hoor. En dan zegt iemand vuurtoren. Ja, weet je, de opmerking is de eerste keer grappig. Maar als je dan blijft roepen naar iemand en het wordt niet meer grappig en je wordt onzeker en verdrietig en mensen lijden eronder en jij voelt jezelf groot omdat je treitert en mensen lachen om jou omdat je treitert. Weet je, het is wel een samenloop van omstandigheden. Dus als je vroeger heel erg gepest bent, misschien snap je dan wat ik bedoel. Dat je er nu met een ander soort blik naartoe kijkt. Dat je denkt, ah, oké, ik ben beschadigd en daardoor ben ik veranderd en daarom ben ik misschien totaal niet meer zoals ik ben. Want ik vind het heel leuk om sociaal te zijn en uit te gaan, te stappen en te zingen en te dansen en te doen. Maar ik durf het allemaal niet meer. Ik ga niet eens onverwacht op bezoek bij mensen. Niet eens bij mijn eigen familie. Ik neem geen contact op met mensen van mijn familie, omdat ik gewoon meteen denk dat ik te veel ben. En joh, ze zijn toch bevooroordeeld. Weet je, zo denk ik dan. Misschien niet mijn eigen bloedfamilie, maar wel de aangenomen families. Snap je wat ik bedoel? Die denken ook alleen maar. Dus ik ben super onzeker geworden. Maar omdat ik nou ouder ben en ik denk daarover na, dan denk ik wel weer meteen van ja, maar die mensen deden dat niet voor niks. Dus ik ben nou in staat om die mensen gewoon een berichtje te sturen van waarom was jij zo vroeger? En dit stukje geeft me wel rust. En echt, ik heb jarenlang hiermee gelopen. Als je op een dag, maakt niet uit, gewoon op een bepaalde dag gewoon mij aansprak en gewoon vroeg van, joh, ben je gepest vroeger? Wat zielig. Nou, ik blijf huilen. De erkenning dat ik gepest ben en dat mensen dat ook heel erg vinden voor mij. Dat is zo, dan blijf ik gewoon huilen. Ik weet niet precies waar deze video naartoe leidt. Het is een steuntje in de rug. Als je nu getreiterd wordt, dat is heel erg. Maar onthoud dit, ik heb een kind in mijn omgeving, die wordt ook een beetje getreiterd, daar gaan we verder niet over hebben. Maar het enige wat ik altijd tegen diegene zeg is, joh, luister, als iemand jou pest en het komt uit het niks en ze doen gemeen, dan zeg ik, zitten zij dan lekker in de vel? Zou je gemene dingen tegen iemand zeggen als je een goede bui hebt? Ja, nee, natuurlijk niet. Dus mijn goede gevoel deze keer was gewoon, ik heb iemand kunnen laten geloven in het feit dat mensen alleen pesten en treiteren als ze het zelf niet naar hun zin hebben.
En het is zo belangrijk voor de gepeste mensen om dat te weten. Want je hebt natuurlijk gewoon de pesters en je hebt de gepeste mensen. Maar die pesters, er zit een heel verhaal achter. Want het zijn gewoon ongelukkige lui. Anders strijd je niet en anders pest je niet. Ik ken nog steeds mijn ene telefoon niet in gebruik, omdat ik gewoon zo erg moet wennen. En gisteren kraakte mijn video niet. Ik dacht, nou, het zal wel. Ik ga het zo wel even regelen. Ik moet al die apps overzetten. Daar ben ik helemaal niet van. Ik ben vergeten in de vorige video te zeggen van, joh, luister, stuur de vragen in naar jadepraatparade@gmail.com. Want ja, ik wil gewoon heel graag weten wat jullie willen weten van Duncan en mij en de depressie in de relatie en de seks in de relatie en alles in de relatie rondom de depressie. Hij heeft maar niet te veel over seks, want arme Duncan, die is niet zo open en bloot als ik. Wel in de lakens hoor, maar niet voor de buitenwereld. Ik stop nu met praten. Ik hoop dat je hier iets aan hebt gehad, want ik kan blijven doorlullen vandaag. Want het is zo pittig geweest met therapie en echt zo, ze legt zo de vinger op de zere plek voor het eerst dat ik denk dat dit werkt. Dus die vrouw van GGZ is wel goed. Ja, eigenlijk was dat het gewoon. Hele fijne dag verder. Dankjewel voor het kijken. En tot de volgende video. Later.